zijn hier in de suikerfabriek in Groningen. En achter ons begint het main event. We zijn uitgenodigd door Mark. We gaan zo even binnen kijken. Met onder andere e-sports. En Fancy is aanwezig met diverse stands. Let's go! Naast Jean-Michel Buddy van de Koninklijke Landmark. Die zijn momenteel bezig met League of Legends. En een soort van competentiegericht recruitment werving. Leg eens uit, hoe zit dat? Hoe zou jij het vinden als je op je cv het spel kan zetten, een bekend spel? Dan kunnen wij al zien van hey, als jij dat spel speelt, dan beheer jij bepaalde competenties. En voor het sollicitatieproces makkelijker te maken. Hoe zou je dat vinden? Naast Guido. Hey. En achter mij hebben wij Finn die momenteel aan het gamen is met Timebenders. Ja. Vertel eens, wat is het voor een game? Ja, Timebenders. Dus Timebenders is bedoeld als een multiplayer spel. Moet je bedenken, die kan je online spelen en je speelt als machtige magiërs. Zo machtig dat ze zelfs de tijd kunnen terugspoelen. Dat was hem dan, lui, de main event in Groningen. Ik heb hem in ieder geval gemaakt. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En graag tot de volgende keer. Lats.